dames en heren thuis. Ja, wat zijn het kanjers, zeg. Ze staan er nog steeds geweldig. Het belooft vanavond één groot vrolijk meezingfeest te worden. Kijk, een wereldprimeur met onze eigen Chantal. Geeft u haar een oorverdovend applaus. Hier is Chantal met Petticoat. Het was op een woensdag in april. Jij vroeg, weet je soms hoe laat het is? De tijd stond even stil. Ik weet niet wat de verwarring was. We moesten hier staan, we moesten daar staan, we moesten hier staan, we moesten daar staan. En je hebt gezien wat voor weer het buiten is. Maar het is uiteindelijk gelukt. Veel beter, joh. Je mag iets meer drive hebben, zo moet bevuilen. Ik loop de straat, dat je daar iets meer doorzingt. Ja? De man die ik speel, dat is iemand die zwaar op de hand is. En die het allemaal niet van de zonnige zijde ziet. Goed. En Gronings is. Dus ik moet zeg maar het karakter spelen en het karakter moet gaan zingen. Maak ik je. Nu zing ik nog eigenlijk zelf. Maar dat moet steeds meer op die vader gaan lijken. Om dat samen te krijgen, de rol die eigenlijk heel erg van dit is. En zingen wat eigenlijk altijd zo is, om het goede geluid te krijgen. Dat is de strijd die ik voer. Je schaamt je dus voor wie je bent. Het verleden wordt door jou ontkend. Het is om te huilen. Dan moet ik iets aan je zien. Ja. En nu, qua emotie zie ik bijna geen verschil. Ik zie alleen maar dat je zachter gaat zingen. Ja, probeer... Nou, ik wil steeds de tegenkant spelen, zeg maar. Ook zoals die scène daarvoor is aangeslagen, maar doet die stoer. Ja. En hier is het gevoelig en probeert hij zich er overheen te zetten. Ja. Maar dat betekent ook dat ik die noten goed moet treffen. Want er is iemand die zegt, ga nu kapot. Ik geloof dat ik nu kapot ga. Dat, begrijp je? En niet, ik ga kapot. Begrijp je? Dat wil ik heel graag. Maar wat ze deden nog steeds doet, dat valt toch eigenlijk niet goed. Of recht te praten. Raak ik je kwijt, raak ik je kwijt, raak ik je kwijt. Ik laat me iets te veel meeslepen en dan vergeet ik echt al die ademhaling op tijd. Het is zoveel beter dan de laatste keer, want het zit al veel meer in je systeem, het hele gebeuren. Goed, ja, hoor. Ja. Oké. Okay. Je hebt allemaal nog niets gezien, hè? Nee! Ik vond het echt fantastisch. Ik vind het helemaal niet grappig. Petty, kom, dans je bij de benen. Ja, ik vond het wel heel eng. Dat zal ik heel eerlijk toegeven. Dat ik dacht, oh poeh. Niet dat ik compleet een leek ben op dat gebied. Maar dat is toch wel even een knop omdraaien. Ik heb helemaal niet makkelijk praten. Speel nou maar gewoon mooi weer. Ook als het regent. Freek moet in deze rol meer acteren dan zingen. Dat was best voor ons ook een stap. Ik heb helemaal niet makkelijk praten. En stop. Heel goed. Maar je ziet dat hij een allround talent heeft. Dat dat acteren hem, dat hij behoorlijk naturel is. Maar dat hij toch een timing heeft, een muzikale timing, waardoor hij teksten mooi brengt. Dus ik ben nogal enthousiast over Freek. Nog steeds bagatelliseren. Omdat speel maar gewoon mooi weer, omdat je niet doorzien bent. Daarom, speel maar gewoon. En die zou ik
Weet je, wegmoffelen. Ja. Speel er maar gewoon weer alsof het je niet raakt. Jij hebt makkelijk praten. Wat je bij Freek heel goed ziet, is dat hij begint eigenlijk vanuit de letterlijke betekenis van de tekst. Dus als er staat, ik ben kwaad, dan speelt hij kwaad. En de regisseur probeert hem zover te krijgen dat het niet meer één op één is. Het geheim van tekstbehandeling zit hem in de subtekst. Als jij wenst dat ik ben kwaad iets anders betekent, dan kan je dat spelen. Ik zie bij hem die zoektocht nu, en dat is geweldig om te zien, dat iemand die in eerste instantie met een aanbod komt waarvan je denkt, ja prima, goed gedaan, maar er zit veel meer in, nu naar de diepgang gaat van de rol. Leg je hand maar in de mijne. Gaan we van de Vijzelstraat, Weteringschans de Vijzelstraat in. Halverwege, 5 treden op, bij de deur staat de piccolo. Dat rode jasje met gouden dressen staat een puik. De hoge deuren zwaaien open en we zijn in het Vergeet Paleis. Oh, het is wel heel groot. We moeten minimaal een snor en een bril optekenen met een zwarte stift. Het doet me echt denken aan mijn lagere schooltijd en de eerste middelbare schooldag. En ik heb ook brood mee en water. Maar je kan niet weten. Ja, dit is zo. Dat wendt nooit. Ik heb al veel producties gedaan, maar het blijft enerverend. We gaan het decor zien. Voor het eerst met de groep in de bus. Dat is ook alweer een soort nieuwe maatschappij die zich vormt. Ja, ik vind het ontzettend leuk. Maar het is zo'n leuk spelletje, dat soms kom je in Eindhoven aan na 3,5 uur, waarvan 2 uur in de file dus. En dan denk je, zijn we er al? Terwijl de rest is ingestort, last dit van de rug. Laten we zeggen dat de show een prettig intermezzo is bij het kaart. Ze zeiden me net aan het uitleggen, dus ik ben heel slecht in kaart. Ik ben sowieso niet zo'n spelspeler. Maar om een beetje bij de mannen te horen heb ik toch de eerste vraag bij kaarten is altijd, als iemand geïnteresseerd is, heb je geld? En als iemand een ja zegt, dan mag je het leren. En ik heb heel veel geld. Het is wel leuk om te zien dat mijn zoon dit in mijn tas heeft geduwd. Vieze sokjes. Een cadeautje. Dat ik je bij hem ben. Niet bewust, maar... Ik hou ze wel hier, want het is toch wel heel lief om kleine pootjes ergens te zien liggen. Kijk, dit is een leuke foto. Dit is mijn hele beauty case. Oh, ik ga ook al meteen foto's. Dit is wat ik met de koningin. Die is echt zo dierbaar. En ik weet nog dat Janine was heel erg nerveus bij allemaal. En Joop stond met mijn... Die pakte iedereen zijn hand steeds. Ja. Nou, gewoon dat als het raar werd dat hij hier weg kon trekken. Oh, echt? Ja, ik moet ook foto's meenemen. Je hebt allemaal nog niets gezien, hè? Nee. Nee.